Baptiste Blankaert, dan gooien ze er nog een snikhete tijdrit tegenaan. Ja, het is al heel de week serieus warm. Afzien niet alleen door het parcours, maar ook door de warmte. En vandaag de tijdrit zat er ook niet echt veel relief in. Even voor de been stil te houden, dus het was een half uurtje volledig in de harddroge rijden. En hoe voelt dat dan aan als je daarin moet, je moet inspannen? Ja, je kunt sowieso niet anders. Zeker als niet-tijdrijder moet je redelijk doorrijden. Dus probeer een beetje met ijs te rijden te starten. Probeer niet op te blazen. En dan hopen dat het lukt tot aan de aankomst. Is het een parcours dat technisch is of niet? Nee, totaal niet. Het is ongelooflijk veel rechtdoor. Misschien over de 25 kilometer, 4-5 bochten die je moet remmen. En vooral de rest moet je echt blijven doorstampen. Dus het zijn de echte hardrijders, de Ironman, die hier gaan prijsrijden. Evenepoel of Kung? Ja, dat denk ik wel. Ja. Hoe kijk je terug op deze ronde van Zwitserland? Leuk eigenlijk. Het was goed weer. Het was redelijk gekoerst. Het was lastig. Een beetje voor mijzelf slechte dagen gekend in de start, maar daarna door beter doorgekomen. Dus het is altijd leuk van de kool trainen. Het duurt niet veel. En wat een goede ploeg voor de sprint. Maar jammer genoeg was het maar één sprint. Maar daar rijden we wel derde. Dus we met Pozzo Vivo kunnen nog een deftig klassement rijden. Dus uiteindelijk was het wel een goede week. En goed gespaard gebleven met de ploeg, hè? Gezien de omstandigheden. Ja, inderdaad. Het was een paar dagen geleden een keer gestrest toen we één iemand hadden die positief testte. Maar daarna iedereen negatief, dus ik hoop dat het zo blijft. Want anders zou het jammer zijn van al het werk dat we gedaan hebben. Dankjewel, Baptiste. Ja,